kopie, hè? Goed, jongens. Spiegel nummer 3 van de avond. De eerste 30er is al binnen. Oersterk. Kijk, dat is het geluid dat we doen. De eerste tegenslagen zijn al binnen. Echt als de brandweer. Een beetje water erover, dat mag allemaal. Adrenaline giert door het lijf heen. Lekker, hè? Echt, dit is kicken. Dit is echt, dit is nou Marco Kral kicken. Ik denk dat we nog geen 5 minuten bezig zijn. We krijgen een dubbelrun. We hebben echt een mooie 30er. Een gup. Gevangen. Hij heeft wel weer speedvogel. En dat zo'n vis gewoon hebben. Ja, dat is gewoon mooi. Dit is het mooiste wat er is. Lekker. Dat is echt mooi dit. Zeg maar hap tegen het broodje. Yes, dames, heren, jongens, meisjes. We gaan weer naar Frankrijk. Eindelijk is het zover. Ik heb er heel lang naartoe geleefd. Het is een gewone gezinsvakantie. Maar uiteraard gaat er heel veel gevist worden. Daarom gaat er ook weer heel veel visspullen mee. We gaan ze allemaal in de auto zetten. We moeten nog veel meer pakken. Kleding, camera-spullen, noem maar op. Alles wat je meeneemt om op vakantie te gaan. De visspullen zijn natuurlijk belangrijkst. Die staan ook als eerste klaar. Ja, ik heb er heel veel zin in. En ik zie jullie onderweg. Dag. Goeiedag. Een pakketje, kijk. Helemaal goed. Alsjeblieft. Dank u wel. En... fijne dag nog. Tot ziens. Nou jongens, we hebben weer geluk. Ik heb even gesproken met de hengelsportzaak en ze konden nog op tijd mijn pakketje afleveren. Ja, het is toch wel iets belangrijks. Ik zal het even laten zien hoe we een mesje pakken en zo. Yes, we hebben weer aas, jongens. Nou kunnen we ze weer vangen. Kijk, wat hebben we? Prachtig. Squid and creole. En de strawberry crush. Jawel. En gratis. Een potje pop-ups. Lekker. Yes, jullie zien het achter mij. Het zonnetje schijnt en de auto staat stil. Dat betekent maar één ding. We zijn aangekomen op de camping. De tent, die staat al. We gaan nu nog even de luifel zo eraan zetten en mijn eigen tentje opbouwen. Maar pa gaat lekker. Hey, gaat goed, lekker. Kijk eens, weer een half uurtje. Half uurtje staat hij al en ja, ik ga sowieso vanavond nog even gevist worden misschien. Ik denk het wel. Ja, ja, toch, dat hebben we wel verdiend. We zweten, maar we gaan nog even door. Nou, hieronder of hier achter mij is nog een beetje chaos. De eerste tegenslagen zijn al binnen. Nummer 1, de super wrap is gekrompen in de auto doordat het te warm is geworden. En nummer 2, mijn schroefdraad van mijn ene pieper. Die is afgebroken. Helaas, zit niet anders op. Ik ga gewoon, gewoon wat maken. We laten ons er niet door tegenhouden, dus we gaan weer lekker verder. Goed, ik ben even eerst een rondje om het meer aan het maken met de Polaroid bril. Ik sta hier nu op een klein bruggetje. Achter hier een heel mooi kommetje. Om wat takken en dode bomen. Er wordt echt veel gevist, maar ik... veel activiteit. Ik heb al vis gezien, dus ja, ik twijfel niet. Ik ga gewoon nog even verder lopen. Ik denk dat de vis vooral onder de kant zich schuilhoudt, dus ik denk dat ik ook wel... daar gaan vissen. Voerplekjes maken heeft heel weinig zin, denk ik, omdat er gewoon zo onwijs veel mensen vissen. Ik ga vooral de kleine open stukjes opzoeken en ik hou jullie op de hoogte. Nou, goedemorgen allemaal. Ik zit weer te vissen, uiteraard. Ik ben denk ik rond een uur of 8 opgestaan en ja, gewoon de hengeltjes gepakt, hengels uitgegooid. En vrij kort daarna ging de eerste hengel al af. Helaas, ik zat met mijn toplootje onderin de kant vast, dus de vis gaat los. Dus de lenghengeltjes liggen weer in en we gaan zien wat het brengt. Even wachten tot de auto voorbij is. Lekker. Hey, we blijven gewoon een lekkere dagje op de camping, dus ik denk ook gewoon een lekker dagje vissen. Ik weet niet of ik de hele tijd op dit plekje blijf. Wel een mooi plekje, overhangende takken. En ik vis onder eigen kant, want iedereen vist hier anders tegen de overkant aan. Dus ja, dat is een beetje de tactiek van vandaag en we gaan het zien. Daar is hij dan, het eerste schubje van de vakantie in Frankrijk. Klein maar fijn en wild. Ze gaat weer zwemmen. Moet die alles goed? Is alles goed. Lekker. En met mij is het ook wel goed. Eén nadeel, mijn spreidblok, het schroefdraad is gebroken en het zit nog in mijn net. Ik krijg het er niet meer uit. Dus wat gaan we doen? We gaan naar de hengelsportzaak hier in de buurt. Kijken of ze daar een nieuwe stil hebben. Want ja, we willen gewoon blijven vissen natuurlijk en dat gaat ook goed komen. Eerste visjes binnen. Wat we wel hebben dit jaar, is ook wel leuk om even te laten zien. We hebben hier een klikcounter.
bij elke vis die we vangen, dan doen we er een klikje bij. Papa, hoeveel gaat die eindigen aan het eind van de vakantie? 67. 67. Nou, dat zijn nog eens aantallen. Laten we dat hopen. Ik denk rond de 54. Oei. Zo, dat is ook een mooi getal. Dus ik zie jullie zo. Yes, jongens, nummer 2. Weer een kleintje. Nog kleiner dan de vorige. Ook deze weer op dezelfde snowman. Ja, klein maar fijn. Laten we het daarop houden. Ja, ik ben er blij mee. Ik ga even een foto schieten. Dan mag hij weer terug. Two hours later. Goed, jongens. Het is avond. Ik denk een uur of 9 of zo. En we zijn even een avondje aan het vissen. We zitten op een dijkje. Achter ons ligt een heel klein kommetje. En voor de lol, denk ik, laat ik daar ook maar één hengel in gooien. Het resulteert in dit leuke schubje. We gingen als de brandweer vandoor. Het net komt even voorbij. Echt als de brandweer. En binnen 5 minuten. Dus ja, alles werkt. We gaan even snel een fotootje schieten. En dan mag ze weer zwemmen. Goedemorgen allemaal. Zijn we weer, hè Moetie? Yes. Lekker slapen? Oh, heerlijk. Kijk, mooi. Dat is mooi om te horen. Nou, het is vandaag de tweede officiële hele dag op de camping. We zijn 2 dagen geleden aangekomen na een best wel lange reis. Tussenstop gemaakt bij vrienden van ons die ook in Frankrijk wonen. En eergisteren zijn we aangekomen. Ja, even snel een rondje toen gemaakt rond het meer. Veel mooie stekjes gezien. En gisteren eigenlijk voor het eerst eventjes een paar uurtjes gevist. Gelijk daarna een paar tegenslagen, waaronder een gebroken schepnet. Maar we gaan gewoon weer door, dus vandaag gaan we de hele dag gewoon lekker vissen. Misschien in de middag nog even zwemmen, maar dat zien we dan wel. Eerst even een paar visjes vangen, dus ik zie jullie zo aan de waterkant. Nou, daar zijn we. Aan de waterkant beland. Zonnetje schijnt, de hengeltjes liggen net in. Dus ja, het moet wel goed komen. Het is vrij rustig vandaag met vissers. En het scheelt. Achter me wel een beetje laaghangende bewolking. Wat donkere wolkjes, dus het zou wel een spatje erin kunnen vallen. Maar dat maakt niet uit, wij gaan ons best doen om een mooie vis te vangen. Nou, beste kijkers, het is weer zover. We hebben weer een heel klein visje. En dit keer de eerste spiegel. Super wild. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Nou, die ging weer als de brandweer. Als de brandweer. Kijk eens, het zal wel weer een kleintje zijn, maar... Ja, vis is vis, vis is vis. Vis is vis, kikken. Oh, weer een schubje, heel kleintje. Weer klein, maar fijn. Fijn, maar fijn. Lekker. Nou, we gaan hem eventjes op de kant brengen en dan... Zie je zo weer terug. We hebben denk ik de hengel weer 5 minuten geleden ingeworpen. En hij gaat weer. Kijk eens. Kikken. Een kleintje. Klein, maar fijn. Nou, de hele familie doet mee. Lekker man. Heb je karper? Ja. Wow. Hij is wild hoor. Kijk ja, eens. Lekker. We gaan hem even uitdrillen. Nou jongens, de vis van de moetie. Blij mee man? Hartstikke blij. Klein maar fijn. Yes. Ja, de andere hengel ging ook, dus we gaan even kijken wat daarmee is gebeurd. We maken een snelle foto en dan gaat hij weer terug. Nou, het is inmiddels al 2 uur en ook ons maagje begint te rammelen. Niet alleen van de vissen, want die krijgen hier genoeg te eten. Ja, net 2 minuten geleden echt een knij... Pap. Oh, live run! Snel, voordat hij in die takken zit. Pakken. Naar achterlopen. Oh, lekker. Live run op camera, jongens. Hoe is het mogelijk? Fantastisch. Kort voor tijd. Hey, kort voor tijd. Ik vind het heel erg mooi. Die is zo groot, toch? Ja, even kijk hoor. We gaan hem afdrillen, ik zie jullie zo. Kijk eens, de derde voor vandaag. Het is een kleintje, klein maar fijn. Maar mirages, vissen, groot, klein, dik, dun, lang, voorwerp. Maar hij gaat nu lekker vissen. Zwemmen, ja. Ook zwemmen, ja. Nou, dit kleine heb ik zo klaar, mag weer zwemmen natuurlijk. Ga je moeder maar halen. Lekker. Vis is weer terug, waar was ik gebleven? We gaan eventjes stoppen, de hengels worden ingedraaid. We gaan even wat eten. De vissen die hebben nog zat te eten, zoals ik al zei. Want er wordt genoeg voer ingegooid. We gaan na het eten weer even verder, misschien even een duik nemen in het zwembad erachter.
En ja, onze dag is al geslaagd. Ik zie jullie zo weer. A few moments later. Nou goed, we gaan weer even vissen. Gadverdamme. Jeez, muren. Beetseloesjes. Dit keer met de boys van Beetseloesjes. Oh, ik ben mee een bakketbakket. Dat die frisse, dat hachelen, hè. Ik denk dat die vissen het wel heel erg lekker vinden. Mijn moeder die vindt het niet zo lekker dan mam. Met een maasje erbij. Beetseloesjes. Pop-upje en stoommannetje. Komt helemaal niet goed. De Royal Flush, we gaan het zien. Goed, we zitten weer te vissen. Hoi. Hey. Gaan we er weer? Hoeveel gaan we er vangen? Vier. Nou. Nee. Twee hengeltjes. Eentje hier onder de kant, eentje naar de overkant. En daar twee hengeltjes met een tripodje ernaast. Gaan we even proberen een live runnetje te filmen. Wordt veel gevist. Even kijken of ik het kan laten zien. Daar zitten ze allemaal. Maar goed. We gaan ze even demotiveren. We gaan veel meer vangen natuurlijk. Dus ja, ik ga jullie even hier op de tripod neerzetten. Hop op een live run. Of nee, toch niet? Goed jongens, weer een klein schupje. Dit keer op de bollen van Beetseloesjes. Poh. Ja, dat is mijn merk. Ook die werken hier. Gaan snel een foto schieten en dan mag ze weer zwemmen. Goed, terwijl de kinderen hier van de glijbaan bij het zwembad bijna via de glijbaan de visvijver in glijden, ruimen wij de spulletjes weer op. We hebben één visje gevangen deze middag. Dus ja, we gaan even wat eten. Want het buikje begint te knorren. Wat gaan we eten, pap? Ik denk vis. Dus ja, ik denk vanavond nog even een hengeltje uitgooien. En ja, ik zie jullie dan. En pap, wat lekker eten. De noggies waren top. De noggies waren top. Ik ga eventjes... Alles was lekker. Ik ga eventjes alleen een hengeltje pakken. Dat is goed, man. En dan gaan we lekker vissen. Ik zou zeggen, ik zie je straks. Langs. Yes. 2 hours later. Nou kijkers, dat was een avondje van korte duur. Anderhalf uur gezeten, maar helaas helemaal niks gevangen. Morgen weer een kans. Morgen ga ik 6 uur mijn bed uit. Dus dat wordt vroeg naar bed vanavond. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze eerste vlog. Er komen er nog veel meer aan. Dus blijf gewoon de serie kijken. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Laat het hier beneden even weten. Door een blauw duimpje omhoog te doen. En misschien een reactie achter te laten. Nou, ik zie jullie graag bij een volgende vlog. Later.